Een stappenplan voor je lentefeest, feestverzinnige jeugd. Hoe pak ik het aan? Ze zijn natuurlijk volledig vrij en er zijn heel veel manieren, van het enorm chaotische tot het heel strak 3 tot 6 maanden op voorhand klaar hebbende schema. Je hebt eigenlijk 3 fasen met jouw lentefeest of jouw feestverzinnige jeugd. Je hebt de voorbereidende fase en daar komen een aantal zaakjes in terug. Je hebt natuurlijk de uitvoerende fase, van het moment dat je er middenin zit, het is jouw lentefeest dat bezig is. En achteraf ook de opvolging met een soort van evaluatie waar je uit kunt leren. 3 fasen die alle 3 een beetje een andere aanpak vergen en ook andere accenten hebben. In eerste plaats waar ik graag naar verwijs voor dit stukje van film, jawel, u ziet het hier zelfs nog verschijnen, een link naar jouw feestdossier. Heel veel van wat nodig is, proberen we vandaag de dag, ook samen met onze partners allemaal, proberen we online voor jullie te regelen. Daarom ook dat er een feestdossier bestaat, zodat je zoveel mogelijk informatie maar 1 keer moet geven. We zijn nog niet helemaal rond, maar het gaat er echt wel mooi op vooruit. Dat is goed voor de namen van jouw kindjes, voor jouw datum, vooral die praktische gegevens, want daaruit vloeit ook voor de verzekering. Zo kom ik zelfs even op terug. Dus aan denken, jouw feestdossier, en je vindt de link terug. Dat is online. En natuurlijk, waar we jou willen mee helpen, is ook een soort van tijdslijn. Waar moet ik wanneer aan denken? Misschien dat we sommige dingetjes missen, maar de meeste dingen gaan er al goed op staan. Ik geef je al bijvoorbeeld mee, heel aan het begin, als je eruit bent, wat willen we gaan organiseren? Hoe ziet het er een beetje uit? We hebben natuurlijk wat centjes nodig. En daarvoor in sommige provincies via de IMD's moet er een begroting worden ingediend. Soms zijn daar ook deadlines voor. Je hoort me al het woordje soms zeggen, iedere provincie heeft zijn eigen IMD en ieder IMD heeft zoals zijn eigen regels als het op de financiën aangaat. Dus bekijk het goed voor jouw feest in jouw provincie. Als je daar uiteraard vragen bij hebt, daar zijn onze organisaties ook voor om jou mee op weg te helpen. Wat is er nog? Die tijdslijn, en we gaan die ook online plaatsen. Er zijn een aantal praktische zaken, en ik kan er een aantal opnoemen, ik spiek ook een beetje nu, waar je aan kan denken. Zo bestaan er verzekeringen om jou te helpen als organisator. Zodat de vrijwilligers en ook de deelnemende kinderen verzekerd zijn. Jij als organisator zit erbij. Bent verzekerd als er iets gebeurt. Je kunt nooit weten, en soms zijn er wel van die kleine ongevalletjes. Iemand struikelt tijdens het feest en verzwikt zijn enkel. Ja, kan gebeuren. Daarvoor zijn er dus verzekeringen. Die zijn gratis en worden door de ondersteunende partners mee in orde gebracht. Je hebt natuurlijk geschenkjes. Ook daar weer van de organiserende partijen die graag ook laten zien dat ze mee zijn, die het tof vinden dat jullie dat doen. En daarvoor hebben we voor kinderen geschenkjes bedacht. Ieder jaar zijn die een beetje anders. Vorig jaar, denk bijvoorbeeld aan de rugzakken van de mens nu. Denk bijvoorbeeld van het Humanistisch Verbond. Wij hadden brooddozen met ook nog een mooi inhoudelijk verhaal rond de lege brooddozenactie. Te zorgen bij kansarmoede. Allee, ja, heel tof. Denk aan het bijvoorbeeld geschenkjes. Ja, kinderen of ouders kunnen ook sponsoren. Denk aan het groeibos van de mens nu. Maar ook qua cadeautjes. Humanistische jongeren, een prachtig luisterspel. Het Galileo-luisterspel, vooral voor feestelingen bedoeld. Echt super tof, de moeite waard. En zo zijn er tal van geschenkjes en cadeautjes die wij als partners graag ter beschikking stellen aan de kinderen. Nu, naast cadeautjes zijn er ook een aantal dingen voor de ouders van belang. Voor de feestelingen, de 12-jarigen. Ouders hebben wettelijk recht op een soort van verlofdag. Klein verlet wordt dat genoemd. Daar zijn regeltjes voor, maar het komt er eigenlijk op neer dat ze daar recht op hebben en ze moeten dat aan hun werkgever vragen. En dan krijgen ze meestal de dag voor het feest of de dag na het feest hun verlofdag. En in sommige gevallen, steeds meer, zegt het bedrijf dat ze zelf die dag mogen kiezen. Dat is wel tof eigenlijk. Hè? Dus jouw feesteling, de 12-jarige. Lentekinderen niet helemaal, maar sommigen staan het toch toe. Altijd nuttig om na te vragen. Daarvoor heb je een attest nodig dat jouw kind heeft meegedaan en dat kan je via jouw feestcomité bekomen. Stel dat je de grootouders of familie ook een beetje wil betrekken, er bestaan vandaag de dag heel leuke feest- en postkaartjes eigenlijk om proficiat te wensen aan het lentekind of jouw feesteling.
En die vinden ze in de meeste plaatsen waar dat je postkaartjes hebt, daar vind je die ook terug. En dan kan je altijd als tip meegeven aan de grootouders en de familie. Stuur die op in de week dat het lentefeest plaatsvindt. En ja, het is tof om te ontvangen. Hè. Dus het is een soort van geschenken, maar vooral om te laten zien dat ook zij meedenken met wat er aan het gebeuren is. Hè. Nu goed, andere dingen waar je aan kan denken, maar dat gaat al wat verder. Vind ik het de moeite waard? Kan ik het financieel aan om bijvoorbeeld ook nadien tijd en financiën vrij te maken voor het napraten met iedereen die heeft deelgenomen en de mensen die daar zijn? Ook daar zijn er regeltjes voor. Catering wordt meestal niet in de begroting goedgekeurd. Zijn er misschien alternatieven waar je aan kan denken? Tot in detail gaan hoeft nu nog niet, maar weet dat we meedenken met jullie. Bekijk het, zoek het op, ga ook even bij de websites rondkijken en vraag het ons. De mailadressen van de organiserende en ondersteunende partijen, die vind je terug. Komt goed!